De basisbeginselen van het concept van de campagne waren eigenlijk: je behandelt je fans zoals je je familie zou behandelen. Dus je gaat niet nadat het kalf geboren is gaan zeggen: hey, kijk jongens, weet je nu wat, er is een nieuwe geboorte in de familie. Je begint eigenlijk al op voorhand te zeggen: ik ben zwanger. En soms vertelt je al wat het geslacht is en soms gaat je al een keer gaan gissen naar de naam. Dus we hebben eigenlijk de idee opgevat dat we de mensen zoveel mogelijk wilden betrekken zoals familie. En dat we eigenlijk het hele proces zoals een menselijke zwangerschap en geboorte wilden volgen. Dus we maakten van een verhaal eigenlijk een belevenis op voorhand, vooraleer dat de olifant geboren was. En dat heeft natuurlijk die betrokkenheid ongelooflijk vergroot naar de uiteindelijke geboorte toe. Het was een historisch project. Het gaf een heel goed gevoel om daaraan te kunnen meewerken. Op dat moment wisten we natuurlijk nog belangen niet alles wat er ging komen. En hebben wij ons gewoon gesmeten. 10 jaar geleden hebben we voor het eerst over het plan gehoord om een grote mediacampagne te bouwen rond de geboorte van Kaimook. En in het begin waren we wel een beetje geschrokken van heel dat plan. We hadden gewoon de neiging om te denken aan onze olifanten en niet aan al de rest er rond. De reden dat we hier in Antwerpen met het kweken van olifanten gestart zijn, was onlosmakelijk verbonden met het nieuwe project in Plankendaal. Een project dat het verhaal bracht van de problematiek van de Aziatische olifant in relatie tot de mensen. Dat is wat mij het meest bijblijft aan die 10 jaar, het ultieme resultaat dat we dan bereikt hebben in Kerala, dus in het zuiden van India, bij te dragen aan een project waar dus de lokale wetenschappers en conservatieorganisaties alles in het werk aan het zetten waren om menselijke nederzettingen, dus zeg maar lokale boeren, te verhuizen uit een strook moerassig gebied waar de olifanten altijd doortrokken van het ene woudfragment naar het andere en waar ze natuurlijk nu in aanraking kwamen met de mensen. En het is dankzij de middelen, onder andere die door het K-groeiplan zijn gegenereerd, dat dus heel die zone nu teruggegeven is aan de olifanten. En ik ben ter plaatse geweest en het was bijna aandoenlijk om de voetsporen van de olifanten in die moerassige zone te kunnen zien. Plots kijkt iedereen naar ons, heel de wereld kijkt mee over wat er gebeurt op dat moment, zelf live. Dus dat was heel erg spannend. Ook omdat het risico was dat er natuurlijk wel iets fout ging gaan. We hadden gisteren 104.000 mensen die op onze site geweest zijn. We hebben tot 60.000 mensen die tegelijkertijd volgen. Dat is in België nog nooit gebeurd. Het allermooiste moment in de hele campagne is eigenlijk het moment dat wij in die regiekamer zitten. En dat wij het olifantje met de camera zien en dat wij zien het leeft. Allee, kom aan. Hier is het. Ja, en het leeft. Oh, ik kan je vertijpen van mijn vingers, die bibberen gewoon. Ja, hoe het ermee is. Het leeft. 100 kilo valt van mijn schouder. Want er waren dus al een aantal scenario's in je achterhoofd die konden wegvallen. En dan kon je eigenlijk blij zijn en dan kon je gelukkig zijn. Dan kon je stralen, dan kon je aan de mensen vertellen. Het leeft. Het mooiste moment voor mij was de geboorte zelf. Als ik hier toekom, 's morgens, en ik alle campagne, zorgen en logistiek vergat en de natuur mij in het wonder zoog. En ik in tranen ben uitgebarsten omwille van het schone en het mooie dat ik toen echt voelde. Je voelde dat gewoon toen in die stal. En daar was ik ongelooflijk door geëmotioneerd en daar kon ik tegen op. Als ik nu terugblik, 10 jaar na datum, dan besef ik toch wel meer dan ooit dat we eigenlijk België hebben verbonden. Mensen over cultuur, ras, stand, plek heen. Het heeft werkelijk toch wel iets teweeg gebracht in dit land op een positieve manier. Het heeft echt mensen een goed gevoel gegeven gedurende dagen, enkele weken. En dat is toch wel iets waar we heel erg blij mee zijn. Onder grote mediabelangstelling stelden de 4 verzorgers vanmorgen de naam van het pasgeboren olifantje voor in de Zoo van Antwerpen. Het olifantenmeisje heet dus Kaimook.